Hallo, welkom bij IGTV en mijn eigen kanaal hier. Mijn eerste filmpje, verticaal gemaakt. Ja, niet helemaal, want verticaal is al een tijdje de trend, want het is mobielvriendelijk. Bij stories die je op Insta en Facebook kan gebruiken, kun je dan allerlei leuke plaatjes toevoegen. Bij IGTV niet. Het is iets saaier, iets meer talking heads, pratende hoofden. En toch gaan heel veel mensen hier experimenteren, en ik ook. Ik was onlangs in Ierland op het congres voor mobiele journalisten. De internationale community komt daar bij elkaar. En daar heb ik ermee geëxperimenteerd. Toevallig net 2-3 weken voordat IGTV uitkwam. Nou, dat experiment wil ik jullie graag laten zien bij deze. Ja, je ziet het goed. Dit is verticaal gefilmd. Dan zul je misschien zeggen, dat is toch helemaal niet goed. En jij zegt toch altijd veel horizontaal. Nou, deze keer niet. Ik ben namelijk op de terugweg vanuit Ierland, Galway, van het meest innovatieve, grootste internationale congres voor mobiele storytellers. Het is namelijk voor Insta Stories en Facebook. Veel mensen weten nog niet hoe dat werkt. Stories zijn echt bedoeld om te maken en kijken op je mobiel. Vooral omdat je aan een story zoveel lagen kan toevoegen. Visual storytelling gaat heel hard groeien, verwachten ze. Aan het eind mijn tips en conclusies, maar eerst experimenteren. Let's go! Ik ben hier op MojoFest, het internationale festival voor content creators met hun mobiele telefoon. I feel like Instagram Stories represents this next wave of storytelling. The Stories format will overtake the newsfeed and the timeline as the primary method of communication on Facebook. Everyone's playing around with it and experimenting, and I think that's also one of the most fun and exciting times. Overal waar je kijkt, hier op MojoFest, zie je mensen met hun smartphone. En er is heel veel licht rond dit tijdstip van de dag. Maar wat een geluk, ik mag zo een workshop volgen bij Richard Leckie over lichtgebruik. De workshop van Richard Leckie was heel erg ingewikkeld, technisch, bij het wiskundige af. Het komt erop neer dat een grote high-end camera veel meer informatie opslaat in zijn shot dan je smartphone camera. Dit betekent eigenlijk dat je gewoon meteen een goed shot moet maken. Goed van kleur, goed van licht, dat soort dingen. Nou is er een app die dat voor je op kan lossen, natuurlijk slimme apps, daar zijn we dol op. Dit is hem. Daarmee maak je van je camera meteen een 80.000 euro camera, zei Richard Leckie net. Just did an interview with Richard Leckie, a top cameraman, and he made an important decision this MojoFest. What did you decide? Yeah, I'm really going to look at moving from desktop post-production in Resolve to mobile. Is it possible? Quality is enough? I think it will be. The voice interface era is upon us, and it'll feel very natural to speak to your connected home, to your cars, to your mobile phones and everything else. Goedemorgen allemaal, ik ben op weg naar MojoFest voor de tweede dag over video. Goedemorgen, dag 3 van MojoFest. Vandaag gaat het vooral over mobiele journalistiek en 360 graden video VR en AR. Wat is het verschil en wat kun je ermee? So here we are looking at 20 apps, which I think most of you probably have never heard of. De laatste tijd krijg ik wel eens vragen over VR en AR. En dan vragen mensen, wat weet je daarvan? Ik zeg, nou, wacht even tot ik op MojoFest ben geweest, want daar hoor ik er meer over. Nou, wie kom ik hier tegen? I'm here at MojoFest and being interviewed about camera effects. Hi. Okay, and so this is going to be a short video of about 15 seconds. Dit soort filters,
zijn nu eigenlijk alleen nog beschikbaar voor Facebook, ja, en voor Snapchat, maar die willen eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben. Hij gaat ze nu ook maken voor Insta Stories, binnenkort te zien. Now it's really gonna look weird. Zoals ik het nu doe, moet het dus niet. En we zijn weer terug bij IGTV, waar ik wat langer tegen jullie aan kan praten. Stories is heel erg leuk, creatief. Maar het is wel handig om van tevoren een beetje te bedenken waar je het over wilt gaan hebben. Want als je eenmaal iets post, kun je niet de volgorde meer veranderen. Nou, bij IGTV werkt het anders. Dan moet je het uploaden, dit filmpje. En is het dus wel een mogelijkheid om het te monteren. Stories lijkt wel een beetje, voor de mensen die wat ouder zijn, op de analoge montage uit de jaren 90. Eenmaal gepost, eenmaal geplaatst, eenmaal geëdit, is er geen weg meer terug. Moet je verder bouwen op je verhaal. Nou, ik heb even online gekeken of er al eerste conclusies zijn over IGTV. Ik heb er een paar gevonden. Eentje is bijvoorbeeld, wordt het een grote concurrent van YouTube? Sommigen verwachten van wel. Anderen zeggen van niet, want YouTube is niet alleen een manier om filmpjes te kijken. YouTube is vooral ook een zoekmachine van Google. En die heeft Facebook is eigenaar van Instagram en dus van Instagram TV. Die heeft Facebook niet zomaar aan de kant gedrukt. YouTube zal echt wel blijven bestaan. En de vraag is, we gaan nu natuurlijk wel allemaal verticaal filmen, nu op dit moment. Maar voor de wat verdere toekomst is het maar de vraag of we onze mobiel nog wel in de hand houden. Gaan we niet met augmented reality toch weer terug naar horizontaal? Verticaal is heel erg van nu, dit moment. Voor talking head televisie is het heel geschikt, maar echte vervanging van horizontaal, dat verwacht ik niet. Voor een beetje vlog wil je toch wat meer shots kunnen maken en je hebt gewoon niet zoveel ruimte om maar dingen te laten zien verticaal. Nou, wat ik van plan ben is om op deze manier met jullie in contact te blijven. Lijkt me heel erg leuk, want je kunt ook je reacties hieronder plaatsen. Dat is een groot voordeel van IGTV. En wat mij ook leuk lijkt is om de stories die ik vaak maak, waarin ik tips geef achter de schermen, vertel wat je wel en niet kan doen om je filmpjes beter te maken. Die heb ik allemaal verticaal gemaakt, om die ook hier te delen en te monteren. Dus op deze manier ga ik IGTV voorlopig invullen. Dat ga ik doen. Wat jij gaat doen, daar ben ik heel benieuwd naar. Geloof niemand die weet hoe het werkt, want niemand weet hoe het werkt. Het is allemaal nieuw en we zitten volop in een tijdperk waarin we experimenteren. Dus doe dat vooral, wees niet bang, laat jezelf zien. Ik ga het ook doen. Benieuwd wat je ervan vindt. Dag!